Als het volk zich om meer en noorden drängt, fangt hij aan te reden en zegt, dit zijn verkeerde mensen. Die zeker nog een teken en wordt over zes geen teken gegeven worden als dat van den profeten Jona. Zoals Jona een teken van de Nineviten weer, zo wordt de mensen zijn een teken van dit geslacht zijn. De koningin van Zieden wordt om je rechtsdag opstonen en dit geslacht verdammen. Dan zij kwam van een andere Ziedwelt Salomo zijn wijsheid te horen. En hier is een die geraten is als Salomo. De mensen van Nineveh worden hem je recht met dit geslacht toop opstonen en aan het verdammen. Dan zij bekeerde zich als Jona predigt. En hier is een die zeker geraten is als Jona weer. Wie een lamp aansteekt, verstaakt die niet en bestelt die ook niet met een gefäß. Maar stelt die op een lamp en holen dat die erin komen dat licht zijn kennen. Dat uur is dat licht van den körper. Daarom, wanneer die uur goed is, hast du licht van den ganzen körper. Maar wanneer die uur schlecht is, is den körper ganz am diesten. Daarom zegt daar nu dat het licht en je niet diesternis is. Wenn dein ganzer Körper dann Licht ist und nicht distret an sich haft, dann wird dein ganzer Körper so viel Licht sein, als wenn dort von der Dach schienende Lampe kommt. Und als sie noch red, lud am ein gewisser Pharisäer an mit am Taub zu eten. Und er ging ihn an und sah sich am Dach. Und als die Pharisäer dort sah, wundert er sich, dass Jesus sich vor dem Eten nicht hängen war. Aber die Herr sagt zu ihm, je Pharisäer holen die Kuffels und Schieben von Büten rein, aber innerlich sei je voll schlachtet und roven. Je Noren, haft die uns nur Büten han geschaufen, nicht auch von Bennen han geschaufen? Je wollt je en je haben zum Goden, da wird für je alles rein sein. Wei je Pharisäer, je geven van pepermint en del en oude kerkenkruid den tienden, aber am leef to God en je rechtigheid kemmen je je niet. Dat laatste zul je je donen hebben en dat eerste niet ongeloten hebben. Wee je Pharisäer, je zijn jaren de baas te zetten in de synagogen te hebben en dat je op een marktplaats gereisd worden. Wei je schriftgeleerde en Pharisäer, je heichler, dan je zijn zo als ongetekende gräber, even die mensen gonen en niet antwoorden dat ze door zijn. Dan antwoord aan een van de schriftgeleerde en zegt, meester, wanneer du zoon zaagst, daarmee beleidigst du ons ook. En hij zegt, wij ook je schriftgeleerde. Je beloden de mensen met lasten die ze schier niet dragen kennen, en je zelfs rieren niet één vinger aan de drone te helpen. Wij je, dan je buren greven van de profeten, die je nu voorstoot gemaakt hebben. Daarmee bewijs je dat je dat goed heet wat je nu voorstoot gedaan hebben. Dan die hebben die bestemd dood gemaakt en je buren die aan de greven. Daarom zegt God in zijn wijsheid, ik wil aan profeten en apostel checken en welke van die worden zij nu stonen en dood maken. Daarom wordt dit geslacht voor al die profeten er bloot verantwoordelijk zijn, dat er eerst vergoten worden van dan als de welte grond gelaagd wordt. Van Abel zijn bloot wat Zacharias zien, die tussen den altaar en den tempel omkwam. Jo, ik zei u, dat wordt van dit geslacht gevorderd worden. Wij, je schriftgeleerden, je hebben den erkenningssleutel waargenomen. Je zelf zijn niet in hen gegonen en leiden die niet in hen gonen die in hen willen. Als je aan dit gezegd houdt, voeren de schriftgeleerden en Pharisäer aan hoort aan en besmijten aan met verschillende vragen en luiden hingerlastig, nur eine Antwort, womit sie am Wurden beschuldigen können.